Het gaat over de huisvesting voor de gemeente Rotterdam de komende 15 jaar. Er wonen hier een hoop mensen met kinderen. Ik ben er één van. Ik heb een dochter van 20. En die willen dadelijk ook wonen, betaalbaar wonen. En dan is de vraag natuurlijk ook, wat is betaalbaar? Maar op dit moment zijn ze ook kansloos als je niet genoeg verdient. Ja, hiermee wil initiatiefnemer Peter de Haan aantonen dat ook een gebied als Hillegersberg veel te maken heeft met het aankomende woonreferendum. En dus vond hij het hoog tijd dat er ook in dit gebied eens goed werd gedebatteerd over de woonvisie. Begin oktober hadden we met een paar bewoners erover van de woonvisie en waar gaat het dan over? Nou, er was vooral veel onbekendheid en daarom hebben we een debat georganiseerd met hoor en wederhoor. Zodat mensen dadelijk hun bewust een stem kunnen uitbrengen voor of tegen. Een rondje voorafgaand aan het debat leert dat veel mensen toch al wel hun beslissing hebben gemaakt en niet meer van plan zijn deze te veranderen. Ik vind het natuurlijk verschrikkelijk dat er 20.000 woningen gesloten moeten worden. Elke woning die we in Rotterdam hebben gekregen moesten we vervechten, moesten we met 3 bussen naar Haag. En dan wilden ze slopen. Dat is echt ongelooflijk. Wij denken dat het slopen van 20.000 woningen niet een oplossing is. Wij denken dat je eerst moet bouwen en dan zou je kunnen kijken naar slopen. Ik ben tegen, dat sowieso. Alleen ik wil nog wel heel graag wat meer informatie hebben. Het is ook voor mijn kinderen en kleinkinderen die dadelijk een goedkope woning willen huren die er niet meer zal zijn in het Rotterdamse. Dus van mij benieuwd wat hij dadelijk op dat tafeltje wat hij in te brengen hebt. Wij zijn Rotterdam, wij maken hier de dienst uit. Tijdens het debat heeft wethouder Ronald Snijder wederom weinig medestanders in een zaal die vooral op de hand is van het tegenkamp. Dat onder andere wordt vertegenwoordigd door GroenLinks raadslid Judith Bokhoven. Zoveel mogelijk mensen moeten echt weten dat er 30 november gestemd gaat worden. En heel veel mensen zullen niet de 75 bladzijden van de woonvisie lezen. Dus ja, we moeten gewoon echt en de straat op en de boer op en alle kleine zaaltjes bedienen om hen te vertellen wat het gevolg kan zijn van deze woonvisie. Ondanks dat veel mensen al een duidelijke mening hebben, wordt na afloop wel duidelijk dat er ook genoeg Rotterdammers zijn die zelfs na deze avond nog steeds twijfelen wat ze de 30ste moeten gaan stemmen. Het blijft nog steeds verwarrend van waar stem je eigenlijk voor? Ik had gehoopt dat het breder zou gaan. Zeker voor dus dat je ook kijkt naar voorzieningen, uitbreiding van het vliegveld en wat voor overlast dat extra op de bewoners gaat geven. Dus ik had gehoopt dat het breder zou zijn. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel twijfel aan het nut van een referendum überhaupt. Dus ik weet nog niet of ik ga stemmen. Ja, en het laatste is vooral voor de tegenstanders van de woonvisie de grootste angst. Want wanneer minder dan 30% van de stemgerechtigde Rotterdammers zijn stem uitbrengt, hoeft men op het stadhuis de uitslag niet te respecteren. In het belang van het democratische proces denk ik dat het belangrijk is dat quotum wel wordt gehaald. Dat was ook een van de belangrijkste doelstellingen van dit debat. Mensen wijzer te maken om te mobiliseren naar de stembus. Ik heb vandaag ook maar weer een oproep gedaan dat alle mensen in de zaal tenminste 10, 20 mensen aanspreken om hen te vertellen dat die woonvisie er is. Deze mensen hebben allemaal de moeite genomen om naar een zaaltje te komen. Ik hoop ook dat ze de moeite nemen om hun buren aan te spreken, zodat de stemkaarten niet per ongeluk in de prullenbak verdwijnen, maar dat mensen gewoon echt 30 november gaan stemmen. Ik denk dat het programma dusdanig gelopen is dat het voldaan heeft aan waar het de bedoeling voor was en dat mensen hun mening hebben kunnen vormen over de woonvisie, het referendum en dat ze hopelijk allemaal gaan stemmen in de 30ste.